zijn gewoon je ouders. Slaapt ook in bed? Ja. Het lijkt wel heel erg op elkaar. Van de engste met die donker, met die vogel. Ja. Dat ben ik altijd benieuwd naar. Nou, zeker bij mij is het natuurlijk altijd, die zeggen dan altijd, ja, ik wil prinses worden. Maar wat willen jullie heel graag worden? Ik wil paardrijjuf worden. Paardrijjuf, oké. Okay. Ik wil moederjuf worden. Moederjuf, oké. Okay. En hoe zie je dat dan voor je als moederjuf? Wil je echt moeder zijn of wil je echt voor de klas staan? Voor de klas staan. Voor de klas, oké. Okay. En daarnaast vind je het dan ook leuk om moeder te zijn? Oké. Okay. En vind je het dan leuk om voor de klas te staan voor hele jonge kinderen? Of kinderen die een beetje net zo oud zijn als jou? Of vind je het leuk om wat oudere kinderen te, voor de klas te staan? Ouderen. Oudere kinderen. En wat voor leeftijd dan? Een beetje zo'n 12, 13, 14, 8? 10 of. Oké. Okay. Oké, okay. Leuk. En wil je dat al lang? Ja. Ja? Oké. Okay. Heb je zelf een leuke juf? Of heb je een meester? Ik heb een juf. Een juf, oké. Okay. Dus dat is een beetje jouw voorbeeld dan. Dat wil je graag natuurlijk ook dan. Nou, leuk. En jij wil graag worden? Paardrijjuf. Paardrijjuf, ja. Nou, dat is ook heel leuk natuurlijk. Ja. Ja, en wat doet een paardrijjuf eigenlijk dan? Nou, die zegt allemaal dingen wat je moet doen. Bijvoorbeeld draven. En dan gaat het paard rennen. Oké. Okay. En dat vind ik altijd het leukste. Draven en galopperen. Ja. Dat is zeker leuk. Ja. Wat leuk. Dus eigenlijk twee juffen. Zo kan je het beter zien, hè. Eentje wil voor de klas staan. En de andere wil graag de paardenjuf zijn. Ja. Wat leuk. Stel, ik geef jullie 100 euro. En dan mag je mee naar de speelgoedwinkel gaan en mag je alles kopen wat je wil. Wat is het eerste wat je dan zou kopen? Iets van Playmobil, want ik hou van Playmobil. Ja, het van Playmobil. Oké, okay, leuk. Iets van paarden. Iets van paarden, dat dacht ik eigenlijk. Van paarden Playmobil. Ja, dat kan ook inderdaad. En je zegt, ik hou wel van Playmobil. Heb je veel Playmobil thuis? Nou, ik heb... Iets van een bruidsmeisje met een huis met paarden. Ja. Een meisje met vleugels en jongens. Oké. Okay. Dus, en je zegt Playmobil, heb je dan een favoriet onderdeel van Playmobil? Die zegt, nou, ik vind het altijd leuk om de ziekenhuis te spelen. Of, ja. Ik heb wel een favoriet, dat is het ziekenhuis, want dat is wel een van de grootste dingen van Playmobil, denk ik. Ja, ja, volgens mij is het wel een hele grote inderdaad, hè? Met, ja, ik denk zo paardrijboerderij. Ja, is er ook een grote? Ja, dat is okay. Een grote. Heb je ook heel veel verschillende uitbreidingen vaak, hè? Ja. Dan heb je echt, kan je flink mee aan de gang natuurlijk, hè? Ja. Ja. Voor je het weet, dus heel je kamer vol met Playmobil natuurlijk. Ook niet echt handig. Maar ja. Dus dan heb je alles van Playmobil. Ja, ja. Ook je bed. Ook je bed, dat zou wat zijn hè, natuurlijk. Ook je bed vol met Playmobil. Ik vind het leuk om juf te zijn. Ja. En heb je dan zelf ook een juf of meester op school die je echt heel leuk vindt? Ik heb een meester. Een meester. En een juf. En ik meneer Bart en juf Evelien, maar die is al weg. Ah, oké. Okay. Die is helaas al weg. Ik vind juf Marije wel... Marianne wel leuk. Marianne. En juf Patricia. Want dat, ik heb eigenlijk op alle dagen Marianne behalve woensdag niet. Dan heb ik juf Patricia. Oké. Okay. En de rest van de dagen heb je dan de andere juf. Ze wisselen elkaar af. Okay. Ga je wel eens naar de bioscoop? Ja. Ja? Ja. En wat voor film ga je daar eens naartoe? Ik was bij het rollen. Ja? Bij de... Mia's film. En... Dat was denk ik alles. En welke vond je de leukste? Oh, en bij de pinguïn film. Oké. Okay. Ja, die vier pinguïnen. Oké. Okay. Praten. Grappige pinguïns. Ja. En welke vond je de leukste?
de trolls, want dat was wel spannend, grappig en leuk, ja. Ja. Ik heb de emoji veel. Ja? En de verschrikkelijke ikken. Ja, die bedoelde ik. Ja. Trolls en, hoe heet die ook alweer? Ik weet niet hoe je ze de rest heet. Ah, oké. Okay. Ik heb wel heel veel gezien. Heb je er nog iets wat je jezelf kwijt wilt? Je zei, nou, ik wil daar graag over praten. Of vind je dat nog leuk om te vertellen? Dat ik bij de Efteling ging slapen. Ben je bij de Efteling gaan slapen? Ja, maar ik ze alle in één kamer slapen. Dat is gezellig. En ik ging ook in de Joris en de Draken, maar toen regende het. En in de Vliegen Hollander. Oké. Okay. En die zeggen, je bent in gaan slapen daar. Ben je in het grote hotel gaan slapen of ben je even in die huisjes gegaan? In een grote hotel. Maar wel in de nieuwste hotel. Oké. Okay. Mijn broer en zus gingen heel veel keren in de Baron. Die vond ik wel. Ik vind die de engste. Ding dat ik daar niet in wil. Nee, dat is een heel spectaculaire achtbaan natuurlijk ook, hè? Ja. Ja, ja, het gaat over de kop en... gaat zo in de grond. Ja. Maar gewoon over de kop. Ja? Ja. Vind je het leuk in de Efteling? Ja, ja? Superleuk. Welke attractie vind je nou het allerleukste? Joris en de Draak. Nee, ik niet met de Joris en de Draak, want dan gaat hij zo staan. Dat vind ik wel eng. Dat vind ik juist het leukste. Ja. Dat hij zo snel gaat. Dat hij heel snel naar beneden gaat. Ja. Maar ik vind de Baron is niet zo lang. Dus, nou, wel best. Duurt niet zo lang, maar het lijkt wel heel lang. Dus, ja. Want dan gaat hij zo. Ja. En dan zo, en dan gaat hij zo. Dus dan is die alweer klaar. Dus dat is... De baan zelf is vrij kort. Ja. Ja. Dat is heel snel voorbij. Ja. Ja. Eén van de engste met die donker, met die vogel. Ja. Ja. Ik vind juist het tweede leukste. Ja, die vind ik eng. Want dan ga je zo stijf naar beneden. En dat vind ik echt zo eng. En dan kan je niks zien. Ik vond het ontzettend leuk dat je wilde kletsen met mij. Ik heb er erg van genoten. Erg leuk. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Ja, ja. Nou, hartstikke goed. Dan geef ik even een high five. Hartstikke goed. Goed gedaan. En wellicht tot de volgende keer. En heel veel succes met de juffrouw. Ja? Ja.